Ja, op een gegeven moment speelde ik bij de grootste club en er wordt veel van je verwacht. En ik wilde ook heel graag aan die verwachtingen voldoen. En ik denk dat ik mezelf daar gewoon echt in ben verloren. Dat was de dag voor mijn persconferentie. Dus dat ik eigenlijk bekend maakte dat ik ging stoppen met handbal. Dat was ook wel de dag dat ik eigenlijk besloot voor mezelf te kiezen. Ik heb gewoon heel veel mezelf geobserveerd. Ja, mezelf dingen afgevraagd en heel vaak waarom aan mezelf gevraagd. Waarom doe ik dit? Waarom doe ik het zo? Waarom, ja, ik denk ook gewoon dat je in de topsport op een gegeven moment zo... Je leeft natuurlijk op een schema wat iemand voor je maakt in principe. En je gaat maar door, je gaat maar door. En helemaal als je natuurlijk... ja, op een gegeven moment speelde ik bij de grootste club en er wordt veel van je verwacht. En ik wilde ook heel graag aan die verwachtingen voldoen. En ik denk dat ik mezelf daar gewoon echt in ben verloren. Dat ik op een gegeven moment gewoon een soort van als een robot eigenlijk wel door het leven heen ging. Het is allemaal een beetje raar gelopen eigenlijk. Mijn vriend vroeg het van, joh, schat, zou je, ja, je bent nu 30 jaar. Zou je überhaupt nog ooit willen handballen, want dan is het nu de tijd. En ook zeg maar als de persoon die je nu bent, ik ben ook best wel een beetje veranderd. En toen had ik zoiets van, nou ga ik even een paar dagen, laat ik het even een beetje bezinken. Ja. Ik was zoveel spierkracht verloren, dus ik had al wat, nou dat kan ook niet meer, het is gewoon klaar. Ja, en toen zei mijn vriend ook, ja maar sinds wanneer leef jij op je angsten, dat doe je nooit. Ja, toen dacht ik, ja je hebt gelijk ook, fuck it. Ik ga het gewoon proberen. Ik had ook helemaal niet de droom om naar nog een Olympische Spelen te gaan. Nee, ik had het helemaal aan de kant gezet. Ja, voor mij is dit nu gewoon een cadeautje. Ik ben eigenlijk super blij. Ik had ook helemaal niet dat doel. En nu heb ik een soort van, zijn de spelen zijn mijn doel. Dat is weer een soort van niks naar alles. Dat ik nu gewoon kans maak. Oké, ik weet helemaal niet of ik bij de selectie zit. Hè? Gewoon dat ik er nu voor aan het trainen ben. Ja, dat is wel geweldig. Ja, met sommige meiden heb je al vanaf je 14 of 13e zaten we al in jong Oranje. Ja, daar heb je natuurlijk zo'n geschiedenis mee opgebouwd. En ja, als je er gewoon weer tussen staat, voelt het niet alsof ik er 3 jaar tussenuit ben geweest. Ja, oké, Brog is back. Lekker, Brog is back. Nee, helemaal niet. Weet je, dus dan merk ik dus al daarin ook, weet je, dat dan daarin de druk... Zeg maar, dat leg ik dan mezelf ook weer op. Dan denk ik dat iedereen dat weer van mij verwacht. Ik ben niet meer dezelfde speelster. Sowieso het fysieke lichaam, dat heb ik niet meer. Ik ben nu 5 kilo aangekomen en ik voel me wel steeds krachtiger. Maar ik denk dat daar vooral mijn winst nog op ligt. En dan merk ik dus dat ik een soort van die oude stem die ik echt al lang niet meer heb gehoord. Van dat het is nooit goed genoeg, het moet altijd beter en meer. Weet je, die komt nu langzaam weer terug. Ik heb die stem soort van wel nodig, maar er moet gewoon balans in komen. Weet je, ik moet wel gewoon lief blijven voor mezelf. En, weet je, ik sta er sowieso nu ook al anders in als ik nu een bal mis of ik vang een bal niet. Ja, dan kan ik daar niet meer wakker van liggen, zeg maar. Dan is het gewoon up naar de volgende en gewoon lekker genieten. Lekker spelen. En, keihard trainen, volle bak. Maar niet meer over mijn eigen grenzen. Dus als ik uiteindelijk niet mee mag, ja, natuurlijk is het zuur. En ja, zou ik het onwijs jammer vinden. Maar we leven nu.